Het nieuws van dinsdag 11 november. Het lichaam van een van de slachtoffers van de dubbele moord in Heurwenen is opgegraven voor extra onderzoek. En in Apeldoorn doet de politie na een vondst van een dode vrouw al ruim een dag sporenonderzoek. Is het een misdrijf of niet? En als ik nou loop, dan zie ik haar gewoon voor me. Nou, gewoon groeten en praten. Het is een zeldzaamheid in carnavalsland. In het Betuwse dorpje Erichem bestaat de Raad van Elf volledig uit vrouwen. Dag dames en heren, goedenavond. De politie heeft vorige week een van de slachtoffers van de moordzaak in Heurwenen opgegraven. Dat is vandaag bekendgemaakt. De opgraving was nodig voor verder onderzoek. Een opmerkelijke stap van de politie, omdat in september al uitgebreid sectie is verricht op het lichaam. Het is een vrij uitzonderlijke stap die de politie heeft gezet. Het slachtoffer van het drama in Heurwenen dat vorige week werd opgegraven is de 52-jarige Aart de Lang. Hij werd eind september samen met zijn 23-jarige zoon vermoord in zijn brandende huis in Heurwenen gevonden. Ook werd een zwaargewonde 47-jarige man uit Hellevoetsluis aangetroffen. 3 weken later werd nog een dodelijk slachtoffer aangetroffen in de Heurnse Kil, in de omgeving van de woning van Heurwenen. Uiteraard is sectie verricht op de dodelijke slachtoffers. Opgraven van één van hen is dan ook een drastische stap. Ja, dat blijkt dan op een later moment in deze helaas, dat het forensisch onderzoek toch nog het lichaam daarvoor even moest opgraven. Maar dat zijn toch meestal hele volledige onderzoeken? Want dit wil je toch eigenlijk niet meemaken? Nee, dat kan ik alleen maar bevestigen, ja. Dat willen we eigenlijk niet hoeven doen. De politie heeft kort voor de opgraving nogmaals het zwaargewonde slachtoffer uit Hellevoetsluis gehoord. Of het nader technisch onderzoek hiermee verband houdt, wil de politie niet zeggen. Het horen van deze man is gezien zijn toestand nog steeds moeilijk. Wat wij wel nog steeds doen, is ook nog steeds getuigen horen in het onderzoek. We zijn nog steeds ook met meldingen bezig die binnenkomen. Dus het onderzoek is echt nog in volle gang. Ja, komen er nog steeds tips binnen? Er komen nog steeds meldingen binnen bij ons. Zo af en toe, hè, niet meer kort na de landelijke getuigenoproep en de lokale getuigenoproep. Maar er komen nog steeds meldingen binnen. De politie wil verder geen mededelingen doen over de resultaten van de opgraving van het 52-jarige slachtoffer. Het is nog steeds onduidelijk wat er is gebeurd met de vrouw die in de nacht van zondag op maandag dood werd aangetroffen in haar flat in Apeldoorn. De politie is al 2 dagen de flat aan het onderzoeken en sluit een misdrijf niet uit. Om 00:30 krijgt de politie een telefoontje van een man die bij de vrouw op bezoek gaat en haar dood aantreft in haar flat aan de Aristotelesstraat. En wat de politie dan ziet in de woning en weet over de vrouw is aanleiding om een forensisch onderzoek te beginnen. Ook vandaag zijn rechercheurs de hele dag bezig in de woning op de 4e etage. Die sporenonderzoeken, dat is vaak toch een zaak van lange adem, dus daar heb je vaak wat langere tijd voor nodig. Dus in de woning zelf wordt nu nog steeds heel uitgebreid sporenonderzoek gedaan. De collega's doen ook buurtonderzoek, dus doen ook navraag in de omgeving of er wat bijzonders is waargenomen. En ja, dat zijn eigenlijk de hoofdmoten. Naast het feit dat we natuurlijk informatie inzamelen via familie, nabestaanden, bekenden. De vrouw woonde nog maar kort in deze buurt. En de meeste mensen kennen haar van de wandelingen die ze met haar honden maakte. Ze liep altijd gewoon heel rustig. Het was eigenlijk niet, je hoorde eigenlijk niks raars over de nooit eigenlijk. Nee, gewoon vriendelijk. Iedereen even een praatje maken. Naar mijn idee een hele aardige, ja, lieve vrouw. Altijd in voor een praatje. Juist omdat de vrouw heel rustig en vriendelijk bekend stond, vragen de buurtbewoners zich af wat er is gebeurd. Mensen die haar beter kennen zeggen dat de vrouw al langer werd lastiggevallen en zelfs bedreigd door haar ex en familie van haar ex. Of deze familie er wat mee te maken heeft en of er sprake is van een misdrijf, onderzoekt de politie op dit moment. De bewoners van de flat zijn heel aangeslagen door wat er gebeurd is. En als ik nou loop, dan zie ik haar gewoon voor me, nou gewoon groeten en praten. Dus zoiets verwacht je niet, hè? Nee. Tot op de galerij gebeurt. En de politie verwacht morgen te kunnen melden of er inderdaad sprake is van een misdrijf. De honden van de vrouw zijn via de dierenambulance naar een opvangadres gebracht. Na jarenlang touwtrekken is het dan zover. Doesburg krijgt een geluidsscherm langs de N317. De gemeente kan eindelijk beginnen met de bouw omdat de provincie meebetaalt. En dat betekent een einde aan 25 jaar geluidsoverlast.
Al zeker 25 jaar klagen omwonenden van de N317 in Doesburg over geluidsoverlast van het langsrijdend verkeer. 25 jaar geleden vonden we het al erg, maar door de toename van het autoverkeer is het echt hinderlijk geworden. Onder in de tuin waar wij nu staan zitten we al jaren niet meer. Vooral motoren, vrachtwagens, ja, het getoeter, wat dat ook heel vaak gebeurt. Het is gewoon vervelend. De gemeente Doesburg had nooit geld voor de aanleg van een geluidsscherm en een geluidswal langs de drukke N317. En dus gebeurde er niets. Tot deze week. Want nu de provincie Gelderland €150.000 meebetaalt aan de bouw van een geluidsscherm en Doesburg de rest bijlegt, staat niets de bouw meer in de weg. Hoewel... Hij gaat er komen, alleen er zit nog een redelijke lange procedure aan. Bestemmingsplan, je moet aangepast worden. Daar zullen we mee starten. Maar dat is in een monumentale stadsgezicht. Dus dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Maar het college gaat ervoor om dat nou echt te realiseren. Het geluidsscherm komt tussen de IJsselbrug en verzorgingshuis IJsselzicht te staan. En eerder is al besloten dat er langs de rest van de N317 bij Doesburg een geluidswal komt. Al met al kost het de gemeente Doesburg €610.000. Maar dat heeft de wethouder er graag voor over. Voor ons gaat het belang van de burgers is hoger dan dan maar te wachten totdat de provincie echt meer geld ter beschikking heeft voor dit project. We hebben er ook alle hoop op dat het nu ook echt in deze periode gaat lukken. Dus voor de volgende verkiezingen dat het scherm er staat. En dan doe ik de vlag uit. Maar de bewoners moeten nog even doorbijten, want de werkzaamheden zijn waarschijnlijk pas eind volgend jaar klaar. Girl power in Erichem. Het dorp heeft een raad van 11 die geheel uit vrouwen bestaat. Volgens carnavalsvereniging De Notenkrakers is het een zeldzaamheid in Gelderland dat er niet één man in de raad van 11 zit. Die hebben wij met een hapje en een drankje gedag gezegd. Even allemaal, dames. 1, 2, 3. Alaaf! Deze vrouwen hebben de stoute schoenen aangetrokken en de macht in carnavalvierend Erichem overgenomen. Niet dat er vandaag in het dorp onder de rook van Tiel op de 11e van de 11e veel carnavalgedruis te bespeuren viel, maar het begin is er. Met een zelfgenaaide capes en steken. En hoewel de kleuren zwart en wit niet de verenigingskleuren van de notenkrakers zijn en ze ook niet erg vrolijk stemmen, was het een zeer bewuste keus van de dames. Nou, wij hebben als ondergrond hebben we zwarte kleren genomen, omdat daar onze witte steek, witte cape en een steek gewoon heel mooi bij uitkomen. Ja, maar de kleuren zijn toch blauw en geel? Die waren blauw en geel en dat was heel mooi bij de mannen, maar wij vrouwen willen gewoon mooi vrouwelijk overkomen en dat vonden wij met deze kleuren. Ja, het leek netjes af in zwart. Ook zeker. Ja. Een opmerkelijke stap van de dames, want de Raad van Elf is en blijft in Nederland een mannenbolwerk. Kijk maar eens goed. Zie je een steek, dan zit er een man onder. Dat de dames de macht in Erichem hebben gegrepen, komt omdat de mannen steeds luier werden, zeggen ze, en het feest lieten versloffen. Ze willen alleen drinken op die avonden en niet werken, ik weet het niet. En u dan? Was het niet wat voor u geweest? Nee, absoluut niet. Nee. U drinkt ook liever dan dat u in de Raad van Elf zit. Nee, dat niet. Maar ik heb niks met dat soort dingen. De Raad van Elf bloeide langzaamaan dood. De mannen hier kregen het steeds drukker. Druk. Ja, nee, het is altijd enthousiast van dat doen we wel. Dus vandaar dat wij de touwtjes in handen hebben genomen. Het steekt de dorpsvrouwen vooral dat het kindercarnaval vorig jaar na een traditie van 30 jaar ineens niet meer doorging. Tot grote vreugde van de dorpsjeugd willen de dames dat carnaval nu als eerste in ere herstellen. Leuk. Leuk. En waarom? Omdat de piepelwagen misschien wil meerijden. Lekker dansen en ja. Iedereen is heel leuk verkleed. Ja, dat vind ik ook. Om de 30 jaar oude traditie te redden en om hun kinderen tevreden te stellen, konden de Erichemse vrouwen niet anders, zo zeggen ze. Absoluut girl power. Nou, noem maar woman power. Ja. We zijn net iets ouder. Nee, woman power. De voetbalkoorts in Liende die stijgt. Morgen ontvangen de Betuwse amateurs de profs van Vitesse. Straks meer. Een 26-jarige vrouw is vanmorgen vroeg om het leven gekomen bij een aanrijding in het centrum van Nijmegen. De vrouw werd met haar fiets op de Nassau-singel aangereden door een vrachtwagen en overleed ter plaatse. De chauffeur van de vrachtwagen had de vrouw over het hoofd gezien.
Stop de recessie, koop een Porsche. Met die slogan op een billboard langs de A50 speelt een autoverkoper uit Heteren in op de financiële crisis. Volgens de dealer geef je met de aanschaf van een luxe wagen aan dat je vertrouwen hebt in de economie. Mensen die op deze manier een recessie willen voorkomen, die moeten wel flink in de buidel tasten, want de Porsches die kosten tussen de 60.000 euro en de 3 ton. Het ruimen van een deel van de begraafplaats in Huissen roept veel emoties op bij nabestaanden. Dat bleek tijdens een informatieavond waar gisteren honderden mensen op afkwamen. Honderden graven moeten verdwijnen voor de aanleg van een ontsluitingsweg. In het centrum van Zevenaar is bij een archeologisch onderzoek een skelet gevonden. De gemeente heeft geen idee hoe oud het skelet precies is. De vondst werd gedaan tijdens opgravingen op het Massiusplein en kwam enigszins als een verrassing. We hebben natuurlijk wel in beeld dat dit een bijzondere plek is vanwege dat hier een kasteel heeft gestaan. En dan denk je wellicht aan scherven, aan andere voorwerpen, maar je denkt niet direct dat er een skelet wordt aangetroffen. Op de plek van de opgraving wil de gemeente een parkeerkelder bouwen. Er komt een Riekschagenplein in Vorden. Hiermee eert de gemeente Bronckhorst de actrice die jarenlang Saartje speelde in de bekende tv-serie Zwiebertje. Riekschagen woonde tientallen jaren in Vorden. In juli van dit jaar overleed ze op 94-jarige leeftijd. De oplichter die vorig jaar in het nieuws kwam nadat hij een anorexia-patiënt had misleid, heeft een werkstraf gekregen voor oplichting in een andere zaak. De man had met een smoes de pinpas en pincode van een Apeldoornse vrouw ontfutseld en daarmee 600 euro gepind. De politierechter legde hem een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf op. Ook moet hij de 600 euro terugbetalen. VVD-wethouder Van Dam van de gemeente Epe stapt uit het college van BMW. Haar partij vindt de sluiting van de brandweerkazerne in Oene onaanvaardbaar. Het college wil de brandweerkorpsen van Epe en Oene samenvoegen in een nieuwe kazerne in Epe. Maar volgens de VVD kan de kern van Oene bij brand niet op tijd worden bereikt. Een bungalow op een bedrijventerrein in Zaltbommel is vanmiddag deels door brand verwoest. Een deel van het huis en de bijbehorende garage gingen in vlammen op. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Wilt u reageren op het nieuws of heeft u een nieuwstip voor ons? Ga dan naar omroepgelderland.nl. In de jaren 50 veroorzaakte gebedsgenezeres Greet Hofmans een crisis in het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard. Vandaag verscheen er een boek waarin nieuwe onthullingen gedaan worden over haar invloed aan het hof. Maar al voordat Greet Hofmans in Paleis Soestdijk kind aan huis werd, gaf ze in Hattem spirituele adviezen. Rijen kwamen er aan met de trainen. Daar op het hoekje naartoe. Was een restaurant en daar hield ze zitting. De oudere Hattemers weten zich Greet Hofmans nog te herinneren. Maar de generaties daarna kennen de gebedsgenezeres uit de jaren 50 al niet meer. Nee, geen idee. Daar heb ik nog nooit van gehoord, nee. Albert Bredehof weet wel alles over Hofmans. Hij schreef samen met Joop Offringa een boek over de wonderlijke vrouw en haar band met Hattem. Die loopt via de homoseksuele kippenboer Exler, een excentriekeling die jaren bij een adellijke familie op dit landgoed in Hattem woonde. Lang nadat Exler overleden was, kreeg Hofmans contact met een vriend van de kippenboer, Johan Willem Keizer. Ze waren allebei bezig met occulte zaken en inspireerden elkaar. Op een bepaald moment kreeg zij stemmen door. Ze werd als het ware bezeten door een bepaalde geest. En die geest, dat zou de geest van Exler zijn. Greet Hofmans bouwde het huisje op het landgoed waar Exler had gewoond op, kreeg een hechte band met barones van Hekeren en trad in de voetsporen van Exler. De intelligentia van Hattem stond wel open voor haar spirituele ideeën. De Maria Beuk op landgoed Molenkaten werd een soort bedevaartsoord voor mensen met problemen. Men moest de Maria Beuk aanraken, men moest er een paar keer omheen lopen, men moest gebeden opzeggen en dan dat zou allemaal helpen ten bate van het genezingsproces. En hier in Villa Windekind in Hattem, de woning van echtpaar Voorhoeven, maakten ze met gelijkgestemden een esoterisch tijdschrift met de naam Kosmisch Licht. Maar het was niet alleen maar koek en ei. En toen men er in Hattem lucht van kreeg dat Hofmans zich in het koninklijk huis had genesteld, werd de koninklijke familie gewaarschuwd voor de intriganten. Men had hier de ervaringen met haar hier en ze hebben toen een
brieven geschreven of berichten gestuurd, in ieder geval naar de koninklijke familie, van dat men op moest passen voor haar rol als intrigante, omdat zij hier toch ook in deze kringen schade had aangericht. Ja, want zij heeft meneer en mevrouw Voorhoeven uit elkaar gedreven? Zo zou men het kunnen noemen. Of het nieuwe boek van Vasseur alle mysteries rond Greet Hofmans oplost, durft Bredehoff niet te zeggen. De kans blijft dat er documenten boven water komen die toch weer een verrassend licht geven op bepaalde facetten van de zaak. De voetbalschoenen zijn gepoetst, het gras is gemaaid en de shirts zijn gewassen. FC Lienden is klaar voor de bekerwedstrijd tegen Vitesse morgen. Het is de kleine club gelukt om zich tot nu toe te handhaven in de strijd om de KNVB-beker. Voor de komst van het grote Vitesse zijn de voorbereidingen in volle gang. Ja, dat is Linde, de FC Linde. Hoe dierbaar is ons blauw met wit. Ja, een beetje een show, hè, op de oude dag. Waarom? Ja, het staat morgen allemaal klaar. En, dus we doen wat, wat dingen voor dat we morgen iets rustiger hebben. Ja. We hebben morgen wel heel veel mensen hier, maar we denken dat klaar is, klaar. Dan hoor ik nog zeggen, hop Vitas, nog één hebben de zas. Kijk, en we hebben ook wel eens met 6-1 toen die tijd verloren. En nu maak je het mee dat ze hier komen. Dus nou, dat is het mooiste wat er eigenlijk is in je leven, om dat één keer mee te maken. Nou, wat je ook kunt zeggen, er is één ding dat ons bindt. Het is ons voetbalelftal, waar een ieder zich in vindt. Het leven wordt er iedere week volledig doorbepaald. Nou, ik vind het wel leuk, vooral voor zijn klein dorp Linden. Toch in korte tijd een grote club geworden. Ik ben geboren en getogen Lindenaar, dus dan weet je wel, in hart en nieren Lindenaar, dan leef je daar in feite helemaal mee. En ja, ik ben er altijd bij betrokken geweest, dus dat is natuurlijk wel leuk als je dan zoiets meemaakt. Ja, ik heb hier altijd gewoond en gevoetbald en ja, ik ga vaak kijken. Mijn kleinkinderen voetballen hier weer. De bal is rond en het is 50% kans, maar daar geloof ik niet helemaal in. Ik hoop dat het een hele leuke wedstrijd wordt. En dat we tot aan de rust partij kunnen geven. En dan zal het wel wegzakken. Maar de moed is nog lang niet verloren, hoor. Dus wat dat betreft blijven we optimistisch. Met alle ijver en inzet zijn zij de ware kampioen. Ja, het was onstuimig weer. Met vooral afgelopen nacht veel regen. En aan Dennis Wild vragen of dat nou eigenlijk normaal is. Zoveel regenwater in zo'n korte tijd. Nou, dat is wat neerslag betreft best bijzonder. Want normaal gesproken valt er zo'n 60 mm neerslag in de hele maand november. En afgelopen nacht werd er plaatselijk meer dan 30 mm afgetapt. Dus de helft al van die maandsom. En niet alleen veel regen, maar ook veel wind. Want er kwamen windstoten voor tot zo'n 80 km per uur zelfs. Gelukkig trok het front vanochtend al vrij snel naar het oosten toe weg en klaarde het op. Maar die opklaringen werden ook weer gevolgd door stapelwolken en buien die vanuit het westen weer dichterbij kwamen. Vooral vanmiddag vielen die buien. Maar vanavond is het gelukkig overal droog. En dan kunnen de kinderen weer de deuren langs om snoepjes te halen in het kader van Sint Maarten. Die buien die kunnen we ook terugzien op de satellietbeelden. Allereerst maar eens even het front dat gisteravond Nederland binnentrok en vannacht dus over het land zoveel regen heeft veroorzaakt. Nou, we kwamen daar dus aan de achterzijde van terecht vandaag overdag met ook weer die buienlijn die vanuit het westen over het land schoof naar het oosten toe. Maar die buien zijn inmiddels al aan het wegtrekken en vanavond wordt het dan overal droog. Het klaart ook breed op. En bij een afnemende wind koelt het dan ook behoorlijk af. Dus vanavond tijdens Sint Maarten wel even een dikke jas aan en een sjaal om. Vannacht komen de minimumtemperaturen uit op zo'n 3, 4 graden in de Achterhoek. In het westen van de provincie iets hogere temperaturen, want in de loop van de nacht schuiven daar wat wolkenvelden binnen. De wind blijft doorstaan uit een zuidwestelijke richting, maar is duidelijk wat minder krachtig dan vandaag. Ook morgen wat minder wind, wel weer opnieuw stapelwolken en een paar buien hier langs de randmeren. Maar op de meeste plaatsen in de provincie blijft het morgen droog. Er kan heel lokaal dus een enkele bui vallen. De zon komt ook af en toe tevoorschijn tussen de wolkenvelden door. En het is eigenlijk morgen best een hele aardige dag. Minder wind dus dan vandaag, uit het zuidwesten nog steeds. En temperaturen 's middags rond 10 of 11 graden.
Nou, daarin verandert niet zo heel veel. De nachttemperaturen wel. Het wordt namelijk opnieuw fris in de nacht naar donderdag toe. Donderdag overdag lijkt een hele droge dag te worden. Maar vanaf vrijdag overheerst de bewolking weer. En in het weekend kan er uit de bewolking af en toe een drup regen vallen. De nachttemperaturen gaan onder die wolkendeken omhoog naar 9 graden. En ook overdag is het zacht met een graad of 12. In hoeverre beïnvloedt de wereldwijde kredietcrisis de werkgelegenheid in ons land? Staan er al banen op de tocht of zitten er misschien zelfs al mensen thuis? U ziet het morgen in TV Gelderland Nieuws. Ik wens u nog een fijne avond.